Voor het eerst in de geschiedenis dat een president, een oud-president, ja, wordt aangeklaagd. Iedereen was dan weer blij. Ik vind het niet verstandig. Het is ook een beetje om een leuke woordspeling te maken. Een trumped-up case. Traditioneel is dit een misdemeanor. Zoals dat heet, zeg maar, een soort overtreding. En er is een felony, dus een strafbaar feit van gemaakt. Het is nog steeds mogelijk dat een rechter zegt, kom op, wat is er nou voor een zaak van niks? Hij heeft die mevrouw betaald, die pornoactrice. Trump is een ellendeling. Ik bedoel, maar dat was dat niet het strafbare feit, hè? Wel. Maar er lopen nog twee andere zaken die eigenlijk, waarvan er althans één echt interessant is. En dat is die zaak die over Georgia, waar hij de gouverneur opbelt, zegt van, ik heb nog 15.000 stemmen of zo nodig en dan valt Georgia de andere kant op. En dat zou maar goed uitkomen. En dat staat op band. Dat is allemaal keurig. En daar wordt dan een proces over gevoerd. Alleen duurt het allemaal eeuwig lang. Ik vind dit geen verstandige zaak. Ik denk eerlijk gezegd wat Trump zelf ook denkt. Die is ook niet gek. Nou, hij is wel gek, maar niet zo gek. Laat ik het zo zeggen. Dat hij alleen maar voordelen heeft. Mensen zeggen, dit is echt een politiek proces. Ik vind het heel onverstandig. Van degene die dit initiatief hebben genomen. Ja. Maar het is dus niet zo dat hij dat geld heeft betaald, die Stormy Daniels, maar dat hij het heeft opgevoerd in de boekhouding als juridische als kosten. Campagne. Dat is ook de enige reden die ze hebben waardoor ze, wat eigenlijk traditionele misdemeanor is, in een felony kunnen veranderen. Maar daar bestond toch ook zelfs bij de redactie van de New York Times waren we al lui die zeiden, juridisch is dit allemaal niet zo fijn eigenlijk. Okay. Het is makkelijk te verkopen als een politiek proces. Want dat wilde ik jou vragen, het sentiment in de New York Times nu dit dus gebeurd is. Maar dat is dus wel kritisch ten opzichte van de aanklager. Ja, ze hebben het ook wel al flink uitgespeeld. Maar als ik haal al die columnisten door elkaar die ik gelezen heb. Maar daar was toch het idee, speel het op Georgia. Daar heb je echt een keihard geval van aanzetten tot fraude. Want daar kwam het op neer. Maar het kan natuurlijk nog dat dat nog komt, dat dat er nog eens een keer bij komt. Ja, dat kan heel goed, maar dan heb je een beetje de markt verpest met een beetje een knullig proces als dit. Of het is een tweede kans, stel dit mislukt, dan hebben ze nog een tweede ijzer in het vuur. En dan nog, ik weet helemaal niet als die veroordeeld wordt of dat consequenties heeft voor de kandidaatstelling. Want nergens stond van, als die veroordeeld is, is het klaar. Nee, volgens mij helemaal niet. Nee, dat zei Erik Moutaan, die correspondent van RTL. Die zei van, in Amerika heel tegenstrijdig. De ene dag ben je een crimineel, maar de andere dag kun je zo weer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ja, weet je, het is natuurlijk ook een heel rommelig politiek systeem in allerlei opzichten. Ja. En bovendien, er zijn helemaal geen precedenten. Dat we dan een laaienlichter als Trump ooit zou worden. Ook daar zou ik zeggen. Alle kiezers die op die man gestemd hebben, wisten precies wat voor vlees in de kuip hadden. Hoeveel schandalen en narigheid hadden we wel niet gehad. Dus de democratie in dat opzicht verkeert de democratie nog steeds in zwaar weer.